hoort het, de sfeer zit er in ieder geval al goed in aan de Kromme Dijk. Hier trapt FC Dordrecht vrijdagavond om 8 uur de keukenkampioendivisie af tegen Jong PSV. Aan drie trouwe fans de vraag, hoe is het met hun positiviteit gesteld aan de aftrap van het nieuwe seizoen? Ik zou heel tevreden zijn als we de 10e of de 9e plaats of zo, weet je wel. Dat zou wel heel mooi zijn. 15e. Ik ga ervan uit dat we erin kunnen slagen om tussen plek 11 en 15 terecht te komen. Ik denk dat elke Dordt supporter het een beetje zo ziet, we hebben niks. En als we gewoon een puntje pakken, nou, dan is dat gewoon feest. En als we drie punten pakken, dan zijn we gewoon een halve week gewoon niet meer aanspreekbaar van geluk. Ja. Ik denk dat onder meer op basis van het feit dat het spelersbudget nu verdubbeld is. En dat ik heb gezien dat een heleboel spelers ook onder contract staan. Ik geloof dat er één speler nu gehuurd is. Ja, ja. En in het verleden was het altijd zo dat er een heleboel huurlingen waren. En dat er minder onder contract stonden. Dus dit geeft vertrouwen dat we volgend jaar als het ware weer verder kunnen bouwen naar een hogere positie. Nou ja, met die 48 spelers zitten er altijd wel 11 goede bij, denk ik. Nee, en volgens mij hebben we een trainer die er ook wel een beetje verstand van heeft. En Ja, ik heb die oefenwedstrijden gezien. Ja, sommige waren verschrikkelijk. En eigenlijk tegen... Beetje zoeken, hè? Ja, maar tegen Almere, toen dacht ik, nou, hier staat een team. Daar kunnen we wel mee. Ja, en gewoon wat leuke, lekkere wedstrijden. Kijk, je hoeft niet altijd te winnen als het maar een spannende pot is. Het leukste is natuurlijk om te winnen. Hè? Maar als het maar een spannende pot is, als je maar gewoon een beetje uit je dak kan gaan. Ja, want er is in de zomer, ja, eigenlijk net als elke zomer hier in de Kromme Dijk, weer van alles gebeurd. Is het nog een beetje bij te houden? Het is nog bij te houden en ik ben blij dat dat nu al gebeurd is. En dat niet zoals in het verleden het wel eens gebeurde dat eind augustus nog een hele lading huurlingen binnen werden gehaald. We hebben nu een elftal waarmee we van start kunnen gaan. Afgelopen competitie zeiden we, nou, het linker rijtje moet toch kunnen met wat er op het veld staat. Nou, dat is ook een beetje tegengevallen. Maar je blijft hoop houden. Dus ik gok er toch op dat we in het linker rijtje terechtkomen. Verwachtingen uitgesproken, klaar voor het nieuwe seizoen. Via Twitter doet RTV Dordrecht vrijdagavond live verslag van de eerste wedstrijd van de Schapenkoppen tegen Jong PSV. Maandag ziet u vanaf 6 uur in de avond een terugblik op het duel.